aan, sleep check! Hallo iedereen, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ik ben Brik en jongens en meisjes, vandaag ben ik hier terug in de IAM. Samen met daar Bas, daar Alano, hey Alano. Daar Sam en hier Ian die net ziek hard op zijn bek ging. Oké, vandaag gaan wij hier de sleep check challenge doen. Dat betekent dus dat als je flip doet, dat je die moet landen in een soort slaappose. En dat was dus ook net een beetje wat Ian deed. Nu gaan we even rondkijken wat we allemaal kunnen doen en we gaan eraan beginnen. Yeet! Oké, volgende challenge. Zet hier af. Wow! Nee, dat staat er niet op. Bas die keert op zijn bek. Ja, kijk, dus Ian gaat nu even demonstreren wat Bas dit deed. Maar deze volgende challenge is hier eigenlijk afzetten op de trampoline. Naar de matten springen en dan een flip zo eraf en dan in slaappozen landen. Sam begint. Oh! Oh! Dat was geen sleep check, Sam. Oké, Bas, go. Jeet. Oh ja, ja, die was perfect, Alano. Die was perfect. Woody. Jongens, dus vandaag sleep challenge. Of nee, hoe is het? Flip check sleep challenge of zoiets. Of zo, wacht hè. Hoe zegt je het? Sleep check challenge. Sleep check challenge, let's go. Dit is Ian en hij kan do very good stuff with salto's. So, take one. Wow, 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 wow! What the? Oké, Ian gaat nog eens doen, want Alano is niet de beste cameraman. Sorry Alano, het spijt me. Wow, wow. Ik ga mezelf een grote vriend hier. Alles voor de views. Oh. Ian gaat nu zijn eigen vermoorden waarschijnlijk weer. Ja, kijk, misschien moet Ian springen en zo daar vallen en dan Sam erop. Oh nee, dat komt niet goed. Ze gaan echt dood, hè. Dit wordt gewoon de dead check challenge. Let's go! Oké, volgende challenge. Ga gewoon zo hoog mogelijk springen in de trampoline. En dan gewoon zoals een plank vallen in de matten. Let's go! Zo gaat het, go! Wat deed jij? Dat was een frontflip in plaats van gewoon vallen, maar oké. Okay. Ian doet letterlijk alles voor de views hier. Kijk even hoe hoog dit is, echt gewoon het plafond. Go! Oh, what the fuck? Hoe hoog zou het zijn? Fucking hoog. Ian, ga weer dom doen. Oh, oh, what the fuck? What the fuck? Dat is los op je gezicht, maat. Hey, leeft jij? Zo gaat je ook slapen, toch? Oh, je fucking wel. Ah, ik wist dat jij ging doodgaan. Ja, deze ik ga views geven, dat stimmt niet. Ja, dan ga je gekke views hebben. Ah, maar Nicky heeft echt... Kakakakakra! Maak er een remix van. Kakakakakra! Hij doet zo keiveel pijn, keiveel pijn. Oh. Oké, perfect. Oké, okay, Ian was legit bijna dood of zo. Dat was echt gek. Zijn nek heeft bijna keihard gekraakt. Dus ik dacht, oké. Okay. Ian, ja. Ja, ik denk het ook best wel. Ja, dat zijn krakakra. Dat is echt gewoon bijna doodservaring. Ik dacht zo, uit, ik kan nog zo rustig overblijven. Ik kan rustig zo plat in mijn buik landen. En ineens zie ik zo achter mij hier zo op de mat toe komen. Ik was kut. Nu hebben we niet eens clickbait nodig. Nu is het gewoon bijna doodservaring. Dat is zo. Dat is echt dat is zonde. Dat is al de 5 keer of zo. Ja. 5 minutes later. Ja, Ian, we dachten dat de training gedaan was, maar precies niet. Ik heb gewoon gelijk. Ah, ik hoop echt dat ik niet meer bij je. Waarschijnlijk wel. Oh, die was clean. Check! Hahaha.
Helemaal buiten adem. Training is gedaan. Het is zo 20 voor 11 ongeveer, maar in de avond. Dus ik ben super moe. En eigenlijk, Bas, jongen, moet jij niet al lang in je bedje liggen? Hey, geen pest gedraaid, dat is niet vriendelijk. Hey, ho, ho. Drie, twee, één, ding, 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 Sam is gewonnen. Oké, wij gaan naar huis. Oké, wij gaan terug naar huis, want we zijn echt fucking moe. En ja, we moeten eigenlijk al 10 minuten door geweest zijn en zo. Maar fuck it, het was echt een random video, maar het is kapot lag je, Ian was bijna dood. Ik ben kapot, en, ik ga niet morgen niet kunnen bewegen. Eerlijk, Ian gaat echt stijf en ik even. Oké, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker te liken en te abonneren. En wacht, het was ook niet gedaan. En dan zie ik jullie zoals altijd bij de volgende video terug. Bye bye.